zou het maken van beleid duurzaamheid het uitgangspunt moeten zijn? Bij het maken van beleid, ja. Ja, zou dus duurzaamheid het uitgangspunt moeten zijn? Wie mag ik daar, misschien u, uit het vakgebied? Nou, kijk, duurzaamheid is natuurlijk altijd, maar duurzaamheid is een heel ruim begrip. En je moet kijken, duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat betekent dus, en de ondernemers moeten een inkomen kunnen hebben, burgers moeten kunnen leven en je moet kunnen blijven recreëren. En als je die uitgangspunten blijft, van dat moeten veranderingen, maar je moet een bepaalde richting uit. Ook als je die duurzaamheid hebt, maar dan zul je die duurzaamheid eerst goed moeten definiëren. Dan kan dat wel een oplossing zijn, ja. Jules? Ja, ik vind het beleid, duurzaamheid, dat moet kunnen. Ik vind dat je beleid zet voor de toekomst en je moet naar de toekomst kijken. Hoe je het invult, hoe je het uitvoert, dat zijn twee verschillende dingen. Maar je moet wel naar de toekomst kijken. Adriana? Ja, duurzaamheid, net zoals gezegd wordt, is een zeer uitgebreide term. Maar wij moeten ook niet vergeten dat allemaal moet leefbaar blijven, moet te handhaven en vooral moet betaalbaar zijn. Dus dat moet beter worden, zeker, maar niet ten koste van een economie bijvoorbeeld. Nou, ik kan er heel kort in zijn. Duurzaamheid moet het fundament van alle beleid zijn als wij ervan uitgaan dat de mensheid moet blijven voortbestaan en dat de kinderen en de kleinkinderen van nu ook nog een wereld moeten hebben. De manier waarop we dat in moeten vullen, moet net zo duurzaam zijn. Maar de wereld kan niet blijven bestaan zonder duurzaamheid. Dat is heel, of de wereld blijft dan wel bestaan, maar niet meer een ecosysteem waarbinnen de mens nog een plaats kan hebben. Maar dan even de vervolgvraag hierop. Stel dat we in Nederland eerder dit standpunt hadden ingenomen, een jaar of 10 geleden. En we hadden duurzaamheid bovenaan gezet als het gaat om stikstof en om de verandering van ons ecologisch systeem in Nederland. Hoe zou het er dan nu uitzien? In de agrarische sector is al duurzaamheid al heel lang aan de gang. Wij hebben stikstof, oftewel ammoniakemissie, staat al sinds begin jaren 80 op de agenda. De agrarische sector heeft in al die tijd geïnvesteerd, ontwikkeld met in de achtergrond de reductie van ammoniak. Dat heeft geresulteerd in een reductie van 67% die op dit moment al behaald is. Dat geeft ook aan dat op het moment dat je een ontwikkeling doorgaat, dus je gaat beweging creëren. Het creëren van beweging creëert verandering en kan ook dus verbetering creëren. En dus zul je ontwikkelingen moeten stimuleren om iets te bereiken. En wat we nu zien is dat dus het heel erg gericht wordt op duurzaamheid, op een eindpunt. Maar dat daardoor dus alle ontwikkelingen stilgelegd worden. Dat betekent dus dat het nu niet verandert. CQ, de duurzaamheid, wordt niet verbeterd. Dus dat is een beetje wat op dit moment gebeurt. Dus de zaak zit muurvast omdat... Op dit moment met het huidige stikstofbeleid ligt het hartstikke vast. Je kunt geen stap in de goede richting en niet in de verkeerde richting. Ja, ik heb zelf de indruk dat men in een soort eenrichtingsstraat terecht is gekomen waar men niet meer de weg terug kan vinden. Want er zijn allemaal doelstellingen gelegd, die worden eigenlijk maar niet gehaald. Dus de boeren krijgen steeds meer op hun bordje geschoven. Zwarte Piet. En ik las vandaag dat zelfs als alle boeren in Brabant zouden stoppen, dan zouden nog de stikstofdoelstellingen niet gehaald worden. Dus de oplossing ligt niet alleen bij die boeren. Zeker niet. Dat moet veel breder, maar die 67% die jij noemt, is dat het maximum? Nee. Wij hebben nu een plan neergelegd waarmee we ook met de provincie in gesprek over zijn. Om 50% reductie vanaf 2018 weer ons aan te verbinden. Dus die 67% over, op die overgebleven 30%, daar willen wij weer 50% van afgehalen. Maar dat plan is afgewezen, heb ik begrepen. Nee, dat plan dat ligt nog voor. Maar wij zijn het niet helemaal eens over de snelheid en de uitvoering. Dat is een nuance. Daar zit nog een nuanceverschil in. Ja, ik vind het een heel interessant uitgangspunt ook voor de 50-plus-partij. Want dat we daar toch misschien in de toekomst wat meer op moeten focussen. Ja, ja zeker. Ik denk dat... Een basisvraag die wij moeten ons stellen.
naast duurzaamheid is, wat voor natuur willen wij hebben? Net zoals gezegd wordt, wij zitten in één richting de straat en wij moeten eruit komen. Of gaan we terug, of gaan we verder, maar wij moeten uit deze straat komen. Hoe? Als wij onze natuurdoelen en analyses gaan aanpassen, als wij die reëler maken, alles rondomheen, de stikstofbeleid, gaan we ook aanpassen aan die natuurdoelen analyse, dan kunnen wij wel vooruit. Maar als wij daar een muur van zien, dat wij willen een natuur van 1800 jaar, dat is onmogelijk. Wij wonen in 2023, dit is ons startpunt en ik denk dat vanuit hier moeten wij verder gaan. Ik denk dat Wim daar wel wat op wil zeggen. Ik denk dat ik daar wel wat op moet zeggen. En ik ben het voor een stuk met allebei de sprekers eens. Om te beginnen heeft de landbouw en met name de intensieve veehouderij een enorme prestatie geleverd de afgelopen decennia wat betreft die emissiebeperking van ammoniak. Toch is het zo dat we er niet zijn. Het probleem is in mijn optiek niet veroorzaakt door de agrarische sector. Het probleem is veroorzaakt door een beleid wat nu ook zegt, het stopt, maar het zegt niet wat. Wat gaan we wel doen? Terwijl ze die antwoorden allang wisten. De overheid heeft die problemen ook aanzien komen, maar wacht nu steeds tot een rechter een uitspraak doet. En dan doen ze net alsof die rechter verantwoordelijk is, terwijl het falende beleid is niet in een vroeg stadium duidelijk communiceren met alle sectoren, maar in het stikstofdossier natuurlijk, in het ammoniakdossier moet ik zeggen, want we hebben het steeds over stikstof. Misschien mag ik daar heel kort iets over zeggen. Stikstof is geen probleem. Dat klinkt misschien heel raar wat ik zeg, maar de lucht die wij ademen is voor ongeveer 80% stikstof. Stikstof is pas een probleem als het een verbinding aangaat met andere stoffen. En belangrijke verbindingen zijn van stikstof met waterstof. En daar is de bekendste en de meest problematische verbinding van. Althans, wij ervaren die nu als de meest problematische, laat ik het even voorzichtig zeggen. Dat is ammoniak. En dan hebben we allerhande verschillende zuurstofverbindingen. Dat zijn de NOX'en. Nou, ammoniak is daarvan is vooral ook op dit moment waar het in de biodiversiteit over gaat, is het vermestingsprobleem. Er wordt steeds meer monoculturen. Van de NOX'en is bekend dat ze, waar het om de directe gezondheidsbedreiging van de mens, veel ernstiger zijn. Dus het verhaal is eigenlijk veel genuanceerder als wat de gemiddelde mensen die het woord stikstof hoort, dan beginnen ze al te bibberen, terwijl stikstof een stof is die voor 80% aanwezig is. Dan heb ik een heel interessante vraag. We leven met 17 miljoen mensen in dit land. Hoeveel stikstof produceren wij? Dat is een hele goeie. Er zal wel ergens een gemiddelde van zijn. Maar dat is heel sterk afhankelijk van de manier waarop je leeft. Wat een heleboel reductie in de landbouw is gewoon bereikt door goed te kijken naar de voedselsamenstelling van de dieren. Dus ik kan, als ik het nu gemiddeld moet zeggen, dan weet ik het niet. Maar ik denk dat de consument, ik heb een spiekbriefje in moeten leveren, dat stond daar trouwens niet op. De consument speelt natuurlijk ook een rol in directe uitstoot. Zelfs als wij met de elektrische fiets gaan.